De economische historicus Koen van Galen heeft samen met Maurits Hassan Khan een database gemaakt van de slavenregisters die zijn gedigitaliseerd. Hiermee is de eerste stap gezet om te komen tot een historische databank van Suriname. Van Galen heeft gisteravond een presentatie gehouden over onderzoek naar arbeid en migratie aan de hand van Surinaamse bevolkingsregisters. In zijn presentatie ging de historicus in op wat de mogelijkheden zijn van zo'n databank. Dit is een pagina uit de Surinaamse slavenregisters. En ik hoop dat u afgelopen jaar de gelegenheid heeft gehad om in de database die online staat rond te neuzen. Dit is wat we hebben gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt op naam. En waarom is dat nou zo belangrijk geweest om dit te doen? Slavenregisters bestaan ook in Engelse kolonies. Alleen in Suriname en in mindere mate op de voormalige Nederlandse Antillen, op Curaçao en dergelijke, heb je registers die zo precies zijn ingesteld dat een mens in slavernij over langere tijd, over 30, 35 jaar, is te volgen. Van Galen geeft aan dat het grote probleem van slavenregisters is dat ze lopen tot de afschaffing van de slavernij. En dat maakt het heel moeilijk om onderzoek te doen naar de periode na de slavernij. Het punt is namelijk dat wij redelijk veel weten van groepen mensen in slavernij, omdat daar vaak overzichten van werden gemaakt. Niet zoals in Suriname waar de hele bevolking werd opgeschreven, maar ook elders werden plantages hielden lijsten bij van mensen en schreven op wat, soms op wat er met mensen gebeurde. Maar op het moment dat de slavernij wordt afgeschaft, dan interesseren die mensen, zijn die mensen niet meer relevant voor de slaveneigenaar, de plantagehouder. Dus er wordt niks meer over ze opgeschreven. Ze verdwijnen uit de archieven en ze komen pas weer terug op het moment dat in zo'n gebied een bevolkingsadministratie ontstaat. En dat is vaak pas in de 20e eeuw. Het blijft wat heen en weer zwabberen, maar en Suriname is niet alleen op het gebied van slavenregisters uitzondering, het is ook op het gebied van bevolkingsregisters uitzondering. Tot zover economisch historicus Koen van Galen. Hij hield gisteren een presentatie over de mogelijkheden van de historische databank van Suriname. De presentatie is gehouden in het Nationaal Archief Suriname.